Verhelst, een van onze kandidaten, is kinoloog. Kinoloog, ja. Kinoloog. Dat is de wetenschap die zich bezighoudt met honden. Het is namelijk ook mijn beroep, hondentoiletage, te Oostende. Dus ik kom met mijn hond naar jou en jij wast die? En knipt die. En die moet geknipt worden. Ja. Hè? Dus wassen, knippen, ook plukken. Dus het dode haar eruit trekken. Het hangt er dus vanaf welk ras. Ieder ras heeft een bepaald trimschema. En je kent dan al die rassen dan? Het zijn meestal dezelfde rassen die terugkomen. Een stuk poedels. Of tien. Poedels en vooral Maltesers. Ja, dus ja. Een beetje mode ook. En wat kost zo'n was- en spoelbeurt? Dat hangt er vanaf hoeveel werk. Dat is ongeveer vanaf 700 frank tot 2000, 3000. En draait de zaak? Ja, dat is in 9 jaar dat ik dat doe. Komen er heel veel mensen zo met hun hondje naar jou toe? Want mijn vader doet dat zelf met zijn hond. Ik bedoel, Ja, gelukkig komen mensen naar mij toe. Want ja, maar nee, ik bedoel, is dat een gewoonte? Hebben dat is wel een gewoonte. Ik moet wel zeggen, aan de kust zijn er enorm veel honden. Dus te veel volgens mij soms, hoor. Maar als je rondloopt tenminste. Maar voor mij niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Altijd goed voor een ander, hè. Ja. Verkoop je ook producten? Ik verkoop zelf geen honden. Nee, maar ik bedoel producten voor honden. Producten voor honden wel, halsbandjes, manteltjes voor in de winter. Dan is het een drukke periode geweest met kerstmis en nieuwjaar. Ja, dat is altijd plezierig en ik maak dan ook cadeautjes voor de honden. Prachtig. Ja. Ach, die beestjes zijn gelukkig, hè. Hilde, heb jij dieren? Nee, vroeger wel veel gehad, maar nu niet meer. Wij wonen in, midden in de stad. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel gevaarlijk als je een kat hebt bijvoorbeeld. Dat had je? Die zijn dan de straat op gaan. Ja, die hebben we gehad, ja. Mm-hmm. Je man is huisarts, heb je ons verteld? Nee, die is verbonden aan een ziekenhuis. Ah. Ja, als longspecialist. Mm-hmm. Dus weinig thuis. Ja. Maar jij zelf zit niet in dat beroep, hè? Nee, ik werk in een van de meest toonaangevende zuivelbedrijven van het land als verantwoordelijke facturatie. Mm-hmm. Maar je hebt iets heel anders gestudeerd. Ja, ik ben licentiaat vertaler. Engels, Duits, Nederlands. Maar ja, de talen kan ik daar wel nog goed gebruiken. Hè. Mm-hmm. Maar het beroep zelf oefen ik niet uit. Ja. Eddy, daarmee hebben we al kennis gemaakt uit Sint-Katelijne-Waver. Archivaris, hè, in de gemeente. Klopt. Met ook een hobby, fotografie. Dat klopt. En wat fotografeer je dan? Ik fotografeer graag in steden, stadsfotografie. Daarnaast toch ook wel natuurfotografie. En mijn zoontje is ook een onuitputtelijke bron. Een peutertje van in de 2 jaar. Gebruik je daar niet de video voor? Nee, ik gebruik opzettelijk het fototoestel. Ik vind video iets te gemakkelijk. En als je het toch goed wil doen, dan is het weer heel moeilijk. Maar de meeste mensen schieten maar lukraak met hun video erop los. Als je fotografeert en heel bewust, dan is dat toch nog iets apart, vind ik. Mooi standpunt, ja. We zijn klaar voor de tweede ronde. Dubbel gewaagd. En na het geld, de 6 thema's. Woorden op ueren. Muzikaal met J. Oorlog en vrede. Componist en film. IJshockey. En voor elk wat wilds. Hilde, ik hoop dat het erin zit. Voor elk wat wilds. Woorden met ueren op 2000. Voor 2000, excuseer. Ja, verdelen, verspreiden. Eddy is sneller. Wat is distribueren? En dat is correct. Oorlog en vrede 2000. De omwenteling die het einde betekende voor het Ancien Régime en voor heel wat abdijen. Eddy? Wat is de Franse Revolutie? Ja. Oorlog en vrede 4000. De ex-Sovjet-Republiek waar de Armeense minderheid in 1993 1/5 van het grondgebied veroverde bij een etnisch conflict. Wat is Azerbeidzjan? Volgende keuze, Eddy. Oorlog en vrede 6000. De Vlaamse stad die in 1451 in opstand kwam tegen Philips de Goede en 2 jaar later werd verslagen in de Slag van Gaveren. Eddy? Wat is Kortrijk? Nee, dat is niet goed. We beginnen opnieuw aan. Vlaamse stad, Gaveren. Dat is Gent. Ja. Eddy? Oorlog en vrede 8000. 8000, je hebt de waagkans te pakken. En jij hebt de laagste score, 4000. Je mag tot 10.000 gaan. Ik zet 8000 in. De leider van de roodhemden die een grote rol speelde in de eenmaking van Italië. Wie is Garibaldi?
Gefeliciteerd, er komt 8000 bij, je 12000 en je staat aan de leiding. Oorlog en vrede 10000. Het enige EU-land waar gewetensbezwaarden in de cel belanden, zoals onlangs weer gebeurde. Europese Unie, het enige land, wat is Griekenland? Jammer. Eddie, een ander thema. Weer een 4000. Ontruimen, in veiligheid brengen. Hilde. Wat is evacueren? Dat is correct. Hilde. Weer een 6000. Taxeren, schatten, ook nabespreken. Hilde. Wat is evalueren? Heel goed. Woorden met weeren voor 8000. Zich trapsgewijze ontwikkelen. Hilde. Wat is evolueren? Heel mooi. Weeren 10000. In bedekte termen te verstaan geven. Op zijdelingse wijze aantijgen. Eddie. Wat is insinueren? Ja. Een ander thema alweer. Voor elk wat wils 2000. De op één na grootste godsdienst in België. Het protestantisme komt pas op de derde plaats. Hilde. Wat is de islam? Ja. Voor elk wat wils 4000. De stad met een stadspark aan de Rubenslei en het Nachtegalenpark, waartoe het park van Middelheim behoort. Hilde. Wat is Antwerpen? Heel goed. Voor elk wat wil 6000. De Picardische stad aan de Somme, waar de 134 meter hoge kathedraal zowat 30 meter uitsteekt boven de Tour Perret. Eddie. Wat is Artois? Nee, dat is niet goed. Opletten, je verspeelt aardige bedragen. Wat is Amiens? Hilde. Ja, dan maar weer voor elk wat wils, voor 8000. De grote wit-zwarte trekvogels die in de jaren 60 door graaf Leon Lippus in het Zwin werden uitgezet. Eddie. Wat zijn ooievaars? Heel goed, Eddie. Voor elk wat wils 10000. De wijnoogst van een bepaald jaar. De Engelse term wordt veel gebruikt bij champagne en port. Hilde. Wat is een vintage? Ja, 10000 erbij. Muzikaal met J 2000. De volksbuurt waaraan deze Johnny zijn naam ontleende. Waar de bloemen voor de ramen staan. In de Amsterdamse humor nooit verloren gaat. Zolang de label in de brein. Guy. Wat is de Jordaan? En dat is goed. Componist en film 10000. 10000 meteen, de film van Corbillot waarin Händel bijna in zwijm valt als een van zijn stukken wordt gezongen door een kastraat. Guy. Wat is Farinelli? Heel goed. Componist en film 8000. De componist wiens Walkurenrit een aanval met helikopters begeleidt in Apocalypse Now. Eddie. Wie is Wagner? Richard Wagner, heel goed. Componist en film 6000. 6000, je hebt de tweede waardkans in deze ronde ook te pakken. De eerste, die heeft je geld opgebracht, hè, die van Garibaldi. Je hebt nu 32000, de tweede plaats. Hoeveel zet je in? 12000. De componist wiens bolero het liefdespel kruidt in Ten. Jij al indrukt af, Eddie? Wie is Ravel? En dat is heel goed natuurlijk, dat wist je. Was ook niet makkelijk, was ook niet moeilijk natuurlijk. Was makkelijk. 44000, je hebt nu de leiding. Componist en film 4000. De componist wiens ode aan de vreugde niet kon ontbreken in een van aan zijn leven gewijde film van Bernard Rose uit 1994. Eddie. Wie is Beethoven? Natuurlijk. Volgende keuze. Componist en film 2000. De film uit 1984 waarin Mozart op zijn sterfbed een deel van zijn requiem dicteert. Hilde. Wat is Amadeus? Dat is correct. Hilde, welk thema nu? Ja, dan ga ik naar muzikaal metier voor 4000. Nog liever dat als ijshockey. Ja. Ja. Deze zanger die het niet kan laten om ook solo te zingen. Hilde. Wie is Jagger? Mick Jagger, natuurlijk. Dat is goed. Muzikaal metier 6000. De formatie die wel altijd met deze hit zal worden geassocieerd. Red River Rock uit 59. Wie zijn Johnny and the Hurricanes? Volgende keuze, Hilde. Muzikaal met J 8000. Deze rockgroep die alle decennia schijnt te overleven. Eddie. Wat is Jethro Tull? En dat is goed. Volgende keuze.
muzikaal metier 10.000. Deze Nederlander die in 1974 dacht dat hij Elvis was. In the still of the night, I dream of you. My life is empty. Gie? Wie was Jack Jersey? Ja, niks meer van gehoord achteraf, hè. We gaan ijshockey spelen. Ijshockey 10.000? 10.000 zeg jij dan maar meteen. Het land waar Groot-Brittannië in 1936 verrassend zijn eerste en tot nog toe enige Olympische titel behaalde. Hilde? Wat is Berlijn? Het land. Gie? Wat is Duitsland? Wat is dat jammer, hè? Ja, goed. Dat is jammer, ja. Goed opletten. Gie? Ijshockey 8.000. Het geboorteland van Wayne Gretzky, de sterspeler in de Amerikaanse competitie. Gie? Wat is Polen? Nee, dat is niet goed. Wat is Canada? Hoeveel, Gie? Ijshockey 6.000. Het aantal spelers waaruit een team bestaat, de bankzitters niet meegerekend. Niemand gokt? Wat is 6? En we zullen jullie verlossen van deze straf, want het was niet het favoriete thema, hè? Ja, Gie, 34.000. Hilde heeft 1.000 meer. Ze had aan de leiding kunnen komen. Hè. Had een beetje... Duitsland, stom, ja. Ja, maar ja. 35.000 is wel een mooi bedrag. En Eddie, je hebt weer de leiding. 56.000. We spelen de laatste ronde. Super gewaagd. Ik ben benieuwd, Eddie, of er nog een tweede overwinning voor je in zit. Het zal heel veel afhangen, hè, van wat je straks als bedrag intikt, maar ook natuurlijk van het thema. Hier is het. Postuum. Dood, maar niet vergeten. De bedragen worden nu ingetikt door onze drie kandidaten. Wie winnaar wordt, zoals u weet, krijgt het geld. De andere twee krijgen deze geschenken. Een nieuwe stijl. Deze witmetalen horloges zijn echte trendsetters, sober en up-to-date. Bloemenwensen worden werkelijkheid met deze bloemencheck. Fleurop Interflora biedt u een waarborg van 100% op elke bloemenzending in België en de rest van de wereld. En hopelijk wordt het een levendige finale. En daarvoor zorgt wellicht ook het laatste antwoord. De groep waarvan in 1995 de CD Made in Heaven verscheen. 30 seconden bedenken en intiktijd. Ik denk dat we met drie echte muziekliefhebbers te maken hebben, want het was heel snel gebeurd, hè? Het intikken van de hopelijk goede vraag. Gie, 34.000 heb jij tot nu toe verdiend, hè? Eens kijken wat jij hebt ingetikt. Wat is Queen? Hoeveel heb je ingezet van die 34.000? 32.000 komt erbij, want het is goed 66.000 eindscore. Hilde had 1.000 meer dan jij, 35.000. De vraag van Hilde. Wat is Queen? Dat is goed. Heb jij ook een hoog bedrag ingezet? 33.500 komt erbij, 68.500. Eddie, 56.000. Jouw vraag. Wat is de Beatles? Heb je veel ingezet? 15.000 gaan er vanaf. 41.000 hou je over. Hilde, jij bent winnaar geworden. Proficiat. Ja. Het is dus verrassend, hè, die supergewaagde ronde. Hè? Je weet het maar nooit. Ik neem afscheid van Eddie. Hij krijgt vandaag de 3e prijs. Maar je hebt wel 91.000 gisteren verdiend. Was toch een mooie start van de week, hè? Gie, jammer dat we dit bedrag moeten vergeten. Jij krijgt de 2e prijs. En Hilde, jij krijgt wel dit geld. 68.500. En morgen speel je een tweede keer. Proficiat nogmaals. Dank u. Had je niet verwacht, hè? Ja, maar dat is nu eenmaal het spel, hè? Nog een andere kant, hè, met die 10.000. Ja, ook, hè. Ja, toen pech en nu toch geluk, hè? Ja, ja, ja. Nou. Dus u moet het maar, ja. Ik was al blij dat het hier stond, dus... Dat geloof ik. Dames en heren, morgen sta je hier opnieuw. Tot dan.